Bedankt, meneer Van Poeken. Alles goed. Je test op mensen. U bent van de Universiteit van Gent. Ja, even kijken, er komen heel veel dingen binnen van de kijkers thuis. Dit vind ik al meteen, die eerste is een heel goeie. Hè. Zou ik ook doen, als ik een trouwe klant ben, dan zeg ik dat ik nog heel veel zal komen. En dan vraag ik of de korting, of het werkt. Hè. Dat werkt heel goed, zeg je. Ja, dat staat zeker in de top 3. Ja. Dus trouwe klanten. Ik kom hier al zo vaak, voilà. En een beetje onder druk zetten. Ja, en omgekeerd zeg ik ook aan de winkelier, beloon uw trouwe klanten. Dat is zeker een goed idee, dus dat gaat goed samen. Hè. Ja, ongetwijfeld. Ook een hele leuke mijn scoutsuniform aandoen. Is sympathie werken? Ja, sympathie werkt wel, maar of dat dit nu in de top 100 staat, dat zou ik nu niet zeggen. Deze dan. Gewoon rechtuit vragen. Is er geen korting te krijgen? Ja, tuurlijk. Vraag over promoties zijn. Mm-hmm. Is een korting mogelijk? Zeker. Maar en dan eerst, hier nog iemand. De oma meenemen. Een beetje zielig doen waarschijnlijk. Dit is mijn oude oma en ik kom voor haar een nieuwe mixer kopen of een radiotoestel. Ja, misschien wel, maar ben ik toch niet van overtuigd. Nee. Zeggen dat ik de dochter van Marcel van Til ben? Ja, ongetwijfeld, hè. Werkt dat? Als u meegaat, natuurlijk. Hè. Ja, maar denk je echt dat een soort van BV-korting dat het bestaat? Het schijnt dat het bestaat, maar dat zou u beter moeten weten dan ik. Ja, wel, soms werkt dat. Ik vraag het helemaal. Een knipoogje naar de kassierster. Ja, dat is natuurlijk het gebruiken van de charmes. Ik zei het al straks al. Is dat iets dat je als man bij een vrouw kan doen en omgekeerd? Wel, alles wat helpt om een goede relatie op te bouwen, een beetje rapport, wat sympathiek te creëren, helpt. Als het oprecht is. Want als het onoprecht is of onoprecht overkomt, dan werkt het averechts. Ah, wacht, ja, dit vind ik ook een goeie. Ik zeg, ik wil dit wel kopen, maar ik heb alleen maar zoveel geld bij. In Firenze bijvoorbeeld heb ik zo een derde minder betaald voor een leren vest. Maar ik denk, in het zuiden van Europa is die verhouding wel anders. Dat wordt wel eens gepingeld op de markt en zo. Ja. Dat doen wij niet. Maar ook gewoon zeggen van, ja, ik heb maar 100 euro bij. Mm-hmm. Het ding kost er 150, kan ik het voor 100 hebben? Ja, het staat in de top 3. Hè. Dus alles wat te maken heeft met, ik heb een beperkt budget, ik heb maar dit, kan ik dan toch niet krijgen voor dit beperktere budget. Maar u moet dan wel de bedoeling hebben om buiten te stappen als het antwoord nee is, natuurlijk. Ja, wat ik daar straks nog ergens las, ik vind hem nu niet meteen. Vergelijken met andere winkels of grotere hoeveelheden, bijvoorbeeld ook binnengaan en zeggen, ja, ik zou er eigenlijk 2 of 3 willen hebben van die dingen. Kan je niks van de prijs afdoen om dan uiteindelijk er toch maar eentje te kopen? Er is één regel. 1, negocieer eerst de prijs voor 1 en vraag dan, als ik er nu 2 of 3 koop, krijg ik dan een korting. En heel vaak zal men dat ook geven. Vergelijken met andere winkels is ook een zeer goed idee. Dus laten merken dat je toch ook de prijzen vergelijkt die in andere winkels of via internet aangeboden worden. Toch, En dat is zeker in de concurrentie laten spelen. Ja, daar staat hier ook bij. Ja. Tonen dat je een goede kennis hebt over het product. Dus dat je echt, je bent geen formeel, zegt, ja, maar ik heb toch eens gezien. Maakt niet uit waar, of het waar is in Duitsland of op het internet. En daar was het maar 75 euro of zoiets. Zeer juist. Toon dat je een beetje weet wat de prijzen zijn, dat je geïnformeerd bent en dat je de aankoop zal afhankelijk maken van de goede voorwaarden die je krijgt van de winkelier. Ja. Wat is nu de absolute nummer 1? Ik denk dat wij als Vlamingen doen dat niet. Een winkel binnenstappen en zeggen van, ja, ik vind het wel mooi, maar kan er niks af. Dat doen wij toch eigenlijk niet. Hè? Maar eigenlijk misschien maar best. Hè. Ik ben dus echt geen fan, hoewel ik onderhandelaar ben ik geen fan dat we nu allemaal collectief en massaal in iedere winkel zitten afpingelen. Mm-hmm. Het is niet tijdsefficiënt. De winkelier zou er zich op afstemmen. We zouden het op de duur allemaal moeten doen. Mm-hmm. En het ligt ons cultureel niet, dus laat ons dat maar zo laten. Maar we moeten het wel doen bij belangrijke aankopen. En daar kunnen we daar toch wel een belangrijk verschil maken. En daar moeten we het meer doen. En we moeten ons een beetje oefenen, een beetje testen. Ja, autosalon. Dan denk ik van, je zegt, dit is een mooie prijs, maar kan je niet er wat bij doen? Elektrische verwarming, dat soort kleine gadgets, dat telt wel. Tuurlijk, het lef hebben om het te vragen. Ja. En altijd weer hetzelfde. Zorg dat je toch niet toont dat je al de aankoopbeslissing genomen hebt. Want dan werkt het natuurlijk. Toch een beetje afhouden. Ja, toch een beetje ik ben nog niet zeker. Maar Marcel, als de wolfjes het kunnen leren, dan kan iedereen het leren. Goed, ik dank u zeer voor deze leuke reportage. Graag gedaan. Dank u wel.